Waarom ga ik altijd akkoord met jouw avonturen? Mm. Criminelen kunnen wachten, maar honger niet. Slechts één frietje, dat is alles. Oké, laten we even een korte pauze nemen. De snelste medewerker van de maand. Nee, ik hou niet van Sonic. Haal dieper adem. Oké, ik bestel nog een Happy Meal voor je. Ik denk dat ik moet ingrijpen. Ja, ik wil niet. Wie overtreedt hier de regels? Regels? Oh, ik ben bang voor hem. Shh, anders beland je achter de tralies. Hé, achter de tralies? Oh, lieve dame, in het fastfoodrestaurant is huilen niet toegestaan. Regel 3 van het gedrag van fastfoodrestaurants. Ik denk dat ik het begrijp. Mam, ik wil niet naar het politiebureau. Help mij mijn tranen weg te vegen. Laten we een vrije tafel zoeken. Ik vergat waarom we hier kwamen. Ik ga je in een superpastijtje veranderen. Hamer, gewoon zo. En je runderpastijtje. Klaar. Ik maak de lekkerste burgers van de stad. Bestel. Ruikt lekker. Maar waar is Sonic? Hij kan maar beter opschieten. Onaantastbaar. De snelste levering door Sonic. Ongelooflijk. Geniet ervan, terwijl het warm is. Alles is precies zoals je besteld hebt. Wauw. Geef me. Mijn kleine knotje. En deze is voor de andere tafel. Wauw. Nee. Ah. Oh, wat was dat? Een flop. Oh. Haha, kijk. Oeps. Hoe durf je? Achoo. De frietdouche stond niet in mijn plannen. Wat is hier aan de hand? Sonic, je verpest onze reputatie. Laat los. Tegen wie praat ik? Nee, lieverd. Je zult verantwoording moeten afleggen voor wat je hebt gedaan. Je hebt het recht om te zwijgen. Alles wat je zegt kan en zal tegen je worden gebruikt. Ik ben onschuldig. Om onze beoordeling op deze manier te verpesten? Sonic, je bent de slechtste werknemer van de maand. Ik heb de foto van voren. Laten we nu een profiel maken. Oh man, ik zit in de problemen. Je bent niet de eerste. Je zult ook niet de laatste zijn. Hoe lang moet ik nog frietjes uit mijn oren schudden? Dit feit kwalificeert als een ernstig misdrijf. Welke bezittingen hebben wij hier bij onze crimineel? Je bent behoorlijk fotogeniek, Sonic. Echt? Ah, wat is nu het verschil? Nou, Sonic, je blijft een tijdje zitten. En wat is dit? Ga naar links. Hoho, beter niet aanraken. Agent, durf niet. Lijkt metaalachtig. Wow, echt moeilijk. Ik kan hier niet zomaar doorheen kouwen. Oké, slechte agent. Kom op, leg mijn spullen terug waar ze horen. Ik sta niet in voor mezelf. Waarom ben je zo boos? Wat is het mysterie? Is het mijn verbeelding? Oh. Help. Waar ben ik? Wacht even. Waar is Taylor? Heb je gezien waar hij heen ging? Ik? Nee, niet gezien. Ach, we zullen hem vinden. Ga nu naar de cel. Ik ga. Vind je je nieuwe opgravingen leuk? Welkom. Het maakt de cel er niet gezelliger op. Ik wilde uw verblijf comfortabeler maken. Oh, trouwens. Laten we nu je benen bevrijden. Eindelijk. Opluchting. Voel je wat vrijer. Mijn snelle benen. Ik heb ze al tijden niet meer gewerkt. Een kleine massage zou geen kwaad kunnen. Wat? Hé, je hebt een aantal ongelofelijke vaardigheden. Dat is zeker. Oh ja, kom snel terug. Het voelt alsof ik hier voor de lange termijn ben. Kon ik ook maar mijn handen vrijmaken. Ik zit nog steeds opgesloten. En hier ben ik. Miste me? Garageverkoop. Hè? Oké, geef het aan mij. Alsjeblieft. En we kunnen de handboeien ook afdoen. Ik vertrouw je. Je bent een brave gevangene. Ik stel voor dat je je schoenen verwisselt. Wat kan ik hier doen? Oh, auw. Precies wat ik nodig had. Een skelet. Dus daar ging Eggman heen. Ik kan wel iets te eten gebruiken. Maar er is hier niets eetbaars. Een paar appels zouden lekker zijn. Ach ja, allemaal te vergeefs. Verveling.
Wat is het voor geluid? Oh nee, wat is er mis met het toilet? Nee, ik hoop dat ik het me alleen maar inbeeld. Toiletmonsters? Sonic? Oh. Wow. Wat als het uit het riool komt? Wie weet? Huh. Ik denk dat ik een idee heb. Eieren, chips, sap en koffie. Het lijkt alsof ik niets vergeten ben. Ik hoop dat dit werkt. Kom op, vriend. Laat me niet in de steek. Goed? Waarom duurt het zo lang? Kom op, ik heb honger. Opluchting. Nog een teleurstelling. En wie moet het opruimen? Het voelt altijd alsof er een tornado achter hem aankomt. Afval. Gewoon afval. Echt niet, Speedy. Ik zal het niet tolereren. Neem de telefoon op. Die laarzen zijn smerig. Het is beter om ze te wassen voordat het vuil intrekt. IJs kan vettige vlekken achterlaten. Oh, oh nee. Trilt de schoen? Dit kan niet waar zijn. Sonic, heb ik je schoenen gebroken? Het is non-stop schudden. Jij. Ik? Nieuwsgierig. Zo. Oh, waar is mijn bril? Sluwe egel. Grrr. Vreemde dag vandaag. Ah, daar is het. Oh, hebben we bezoekers? Ik heb mijn Sonic gevonden. Ah, Amy Rose. Je hamburgers zijn inderdaad best lekker. Daar ben ik hier niet voor. Hier, is dit genoeg? Waar heb je het over? Je begrijpt alles. $1 miljoen. En onbeperkt Happy Meals als bonus. Dat is verleidelijk. Nee, dat is illegaal. Probeer je mij om te kopen? Denk er eens over na. Geen wetsovertreding. Alles heeft een prijs. En u, goede officier, heeft uw zwakke punten. Wat zijn ze? Wiskunde? Dus tot ziens. En jij let ook op. Heel vreemd inderdaad. Officier! Ja, je bent terug. Wat nu? Ik heb de snorren van Einstein voor je meegenomen. Cool, toch? Einstein's snor... Dit is Einstein's snor. Ja, en ze kunnen van jou zijn. Wat een exemplaar. Laat mij ze nauwkeurig onderzoeken. Zijn ze echt authentiek? Handen af. Ja, geef me gewoon de sleutels. Ik regel de rest. Ze zijn mooier dan ik dacht. Wacht even. Een ogenblikje. We hebben een tweede baas. Ik kan het niet geloven. Vegetatie onder de neus van de grote wetenschapper. Ongelooflijk. De beste dag van mijn leven. Puh, eindelijk. High five. Hé, officier, ben je hier? Zie jij dat ook? Ga achteruit. Server Taylor, meester van de golven. Op de zaak. Opluchting. Dat was even surfen, hè? Ben ik terug op het station? Hij zei dat ik vrij was en ging boodschappen doen. Dat is het. Tot ziens. Ruikt naar een dikke leugen. Oh, je hebt mijn surfplank gevonden. Waar was het? Ik heb er trouwens al een hele tijd naar gezocht. Ik geef mijn bord af. Hij kon je niet laten gaan. Ah! Brrr. Oh, Sonic. Nu zit ik ook in de problemen. Big deal. Het is tenminste leuker samen. We verdienen een kwartaalbonus. Eindelijk. Ik heb mezelf gevonden. Oh, ik hoor Mike's stem. Wat? Mijn nieuwe uiterlijk. Wat is er mis? Nieuw. Kijk. De snorren van opa. Het is helemaal niet van opa. Ze zijn van Einstein. Ho, zo grappig. Je moet je omkleden in een gevangenisuniform. Bedankt, Prikkie. Die kleur staat je goed. Was bij mij? Oh, oh nee. Alsjeblieft niet doen. Ja, alsjeblieft. Stop. Het aanvallen van medegevangenen kan je straf verdubbelen. De hamer blijft voorlopig bij mij. Gewoon niet mijn hamer. Wat een fantastische hamer. Ik vraag me af waartoe hij in staat is. Wat als... Haha. Ja hoor, het was een kleine donut. Nu is de grote. Cool. Mm, en het ruikt. Thing, jij komt uit een andere verhaallijn. Adam, ik kan niet kijken. Haha, vijand geneutraliseerd. Zo donzig. Zo zijde zacht. Wat heb je gedaan? Taylor, hij is mijn vriend. Hoe kon je? Partner, ik had nooit gedacht dat je zo bloeddorstig was. Hoe kon je? Een ongewapend handje verpletteren met een hamer? Thing, word wakker.
Kom op. Leef. Je bent sterk. Je hebt zoveel in het verschiet. Je denkt nooit Taylor. Oh, ik weet het. Een pomp zal mij helpen. Kom op. Opblazen. Kom op. Je bent al zo vaak van de andere kant teruggekomen. Maar in deze mate, opluchting. En geen flauwe grappen meer. Begrepen? Kerel, bedreig je mij? Thing, wraakzuchtig. Hij is geen kerel voor jou. Thing, heb je meegenomen waar ik om vroeg? Oh, de kam van Rapunzel zelf. De beste oplossing voor mijn snorren. Je bent gek geworden. Ga weg, ledemaat. Hoe komen we hier weg? En wat eten zou ik niet erg vinden. We hebben een ontsnappingsplan nodig. Ik kan hier niet zo lang blijven zitten. Juist. 2 Happy Meals alsjeblieft. Eindelijk. Dankzij de dappere politie in Troom City zijn de misdaadcijfers vrijwel 0. Oh, het gaat geweldig met ons. De koffie smaakt fantastisch vandaag. Partner, je zou jezelf moeten zien. Die verzamelsnor is zo hilarisch. Happy Meals bezorgen op het politiebureau. Oh, breng het hier. Net op tijd. Waarheen? Deze bestelling is voor Amy Rose. Wat is er mis met het gevangenisvoedsel? Ik begrijp het niet. Het is verschrikkelijk. Kijk eens wat er met Eggman is gebeurd. Hij was jouw havermout aan het eten. Nee, bedankt. Uw bestelling. Heel erg bedankt. Geniet ervan terwijl het nog warm is. Deel het. Oké, hier. Pittige vleugels met super pikante saus. Wees voorzichtig. Ik hou van pittig. Mijn maag. Tijd om hier weg te gaan. Geweldig. Laat mij het bord maar pakken. Je kunt niet weggaan zonder... Hou je adem in. Ga. Oh, Sonic is nu een Happy Meal speelgoed. Stap in de doos, stekelige vriend. Een paar druppels saus. De vleugels zullen nog lekkerder zijn. Nog een beetje meer. Perfect. Oh. Ha! Dat is een pittige verrassing. Niet mijn zijdeachtige. Nee, nee, ik kan het niet geloven. Ah, Taylor. Oeps, wil je een vleugel? Officieren, tot ziens. Portaal. Doei. Stop. Ho, niet de beste landing. Waar is mijn Happy Meal? Oh, niet dit. We zijn benieuwd welk speelgoed ze deze keer krijgen. Spannend moment. Wow, het is een Sonic Surf. Precies wat ik wilde. Zal het van mij zijn? Oh, wat cool. Het zeldzaamste speelgoed uit de collectie. Mijn Amy Rose zou blij zijn met zo'n gezelschap. Chill in de tas. Het is van mij. Geef het hier. Ik kreeg het als eerste. Sonic is speelgoed voor jongens. Hij is een man, ik ben een man. Dat zegt alles. Deze meisjes, deze tranen. Oh, wat gaan we nu spelen? Sonic de snelheidsmeester. Super Sonic Surfer Hedgehog. Probeer te vangen. Ik wou dat ik jou was. Snel en onbevreesd. Ik ben de baas van de oceaan. En ik overwin de golven op het strand. Zwem, Sonic. Woeps. En hier is onze kleine onruststoker. Wist je dat het niet goed is om andermans eten en speelgoed af te pakken? Ik moet sorry zeggen. Ik had het mis. Doe het gewoon oprecht. Ik zal het niet nog een keer doen. Ben je bij de politie? Ik ben hier niet bij betrokken. Oh, gratis eten. Niet aanraken. Het is bewijs. En jij, man. Ren en kalmeer je vriendin. Het is kantoortijd. Franse frietjes. Je bent onverbeterlijk, Taylor. Ik moet eten terwijl het warm is. Oh, een zeldzame vondst. Nu begrijp ik waarom de kinderen ruzie hadden. Oh, waar hebben de golven mij gebracht? Oeh. Hij kwam tot leven. Kijk, ik ben al aan het hallucineren van fastfood. Coole plek. Niet bepaald aan de oceaan, maar ziet er goed genoeg uit. En hier is het eten. Klaar om te smullen. Bedankt, agent. Waar is mijn burger? Oh, jij vervelende hedgehog. Verkeerd spoor, vriend. Jij bent de meest geniepige, hè? Laat me rustig kauwen. Nou, je kunt me niet vangen. Geef mij mijn broodje, jij blauwe dief. Ja, nooit een saaie dag.
We hebben nog nooit een zoogdier uit de egelfamilie gehad. Wil je problemen steken liggen? Ik kan ervoor zorgen. Vervelend. Auw, wat? Waarom is hij zo snel? Ik ben sneller dan het geluid. Houd de volgende keer je toetsen steviger vast. Ha, loser. Wat? Kettlebell? Hoe durf je? Je staat onder arrest. Een foto voor het dossier? Glimlach. Je kunt niet aan justitie ontsnappen. Geef me de sleutels. Mooi. Ik ontsnap altijd. Als ik dat wil, ik raad aan om je krachten te sparen. Oh jij, laat los. Moe? Ik heb je gewaarschuwd. Ik word nooit moe. Geen enkele kettlebell kan mij tegenhouden. Ik was het portaal helemaal vergeten. Dag, losers. Wat? Oh, het weegt een ton. Zo zwaar. Je gaat nu voor mij dansen, zielige liefhebber van appels en paddenstoelen. De eerste keer dat ik in zo'n puinhoop zit. Het lijkt erop dat dit het einde is. Tot ziens, vrijheid. Ben je betrapt, hè? Agent, het was een grapje. Nou, welke kleur heb jij het liefst? Oranje of roze? Laat me raden, geen blauw. Ik wil niet in de gevangenis belanden. 3-persoonscel. Dat betekent dat er ruimte is om te rennen. Eens kijken. Controleer de anderen. En hier? Nee, te hard. Wel nu. Nog 1 optie over. Oké. Zo? Perfect. Precies wat ik nodig heb. Oh, wat mis ik mijn oude leven. Beste Amy Rose. Als je hier was, zou je me er zeker uithalen. Stop, dit is een idee. Ik zal een bericht voor haar coderen. Dus ik zal schrijven. Help me. Zo leuk. Nu moet ik het op de een of andere manier bezorgen. Geen postduif te bekennen. Portaal. Juist. Bestemming Amy Rose. Niet alleen snel, maar ook slim. Vagebond. Magische portalen zijn hier verboden. Kan ik hier zelf iets aan doen? Ik zal een verhaal posten. Oh, wie gooit er stukjes papier rond? Vreemde brief. Eens kijken. Mijn foto. Help me. Zo leuk. Oh, die Sonic. Hij weer. Oké, wacht op mij, blauwe hedgehog. Wat een interessant ding. En wat zal er gebeuren als... om te zijn of niet te zijn? Huh? Wat? Leg uit. Ik zou daar niet heen gaan. En je doet het voor jezelf. Ja. Dus ik moet ermee rommelen. Hoe betoverend. Nou, waar is mijn partner? Sonic, heb je iets gezien? Nee, geen evenementen. Helemaal geen. Oh, het lijkt erop dat het lunchtijd is. Mijn maag is leeg. Oh, laten we pizza bestellen. Eén verzoek. Vertel het niet aan agent Taylor. Kun je een geheim bewaren? Natuurlijk, baas. Ik ben er goed in. Akkoord. Hallo, breng ons alstublieft 1 pizza. Naar de gevangenis. Eten bezorgen. Wow, je bent snel. Vertel het al onze klanten. Wat is er met haar oog? Sonic, word wakker. Zo, stop. Wat is dit? What? Sorry, maar ik heb pizza besteld. Geen burger. Oeps, onze fout. Een ogenblik. Ik zal het herstellen. Maak je klaar, agent. Oh, Amy Rose. Je hebt de brief. Hou je adem in. 1 pizza. Klaar. Wat? Heilige gerechtigheid. Kom op, Amy. Pak de tralies aan. Met plezier. Oh, wat ben ik blij je te zien. Mijn lieve Amy. Mijn stekelige Rose. Brrr. En waarom heb ik niet naar deze hedgehog geluisterd? Oh, pepperoni. Stop. 2 criminelen al. High five, vriend. Kom je ver, criminelen. Amy, laat hem je megahamer zien. Met veel plezier. Oeps, dat is al een verboden zet. Dwaze hedgehogs. Ik wil niet in de gevangenis zitten. Tijd om je om te kleden. Het is lunchtijd voor jou. Dit zat absoluut niet in mijn plannen. Het zal nu tenminste niet saai zijn. Oké, ik kies wel een bed voor mezelf. Deze lijkt me geschikt. Zoveel afval. Stop.
Hou op, dat is mijn bed en mijn speelgoed. Sta snel op. Luister, beste Sonic. Je kunt maar beter stil zijn. Mijn bed. Ik heb het als eerste opgeëist. Als jij er niet was geweest, zou ik hier helemaal niet zijn. Wow. Hamer! Cool hulpmiddel. Oeps. Hallo. Waar is het gebleven? Mm. Wat is dit? Laten we eens kijken wie hier de leiding heeft. Oh! Niet vechten. Genoeg plezier voor vandaag. In beslag genomen. Laat het hier blijven. Hamer! Wat de? Laten we het opnieuw proberen. Dat is niet grappig meer. Klaar? Ah! Oh! Mijn hoofd tolt. Wat was dat? Probeer nu de hamer op te roepen. Niet dit. Laten we nog een keer uitleggen. Geen hamers in onze gevangenis. Geconfiskeerd. Dat is oneerlijk. Hamer! Hamer! Dit ding blokkeert de teleportatie. Prima. Oh, wat een bord. Yeah. Waarschijnlijk snel. Ik zal ermee op de golven rijden. Ik ben nogal een atleet. Ga hier zitten, agent. Nee, alsjeblieft. Het is geen speelgoed. Wat kun je met me doen? Begraaf me in de voorraden voor de winter? Dat beslis ik zelf. Oeps. Oh, man. Gewoon dit niet. Nee. Amy Rose, er zal nu iets gebeuren. Ik heb hem gewaarschuwd. Oeps. Oh, help. Je kunt mensen niet elektrocuteren. Daarvoor gaan mensen de gevangenis in. Begrepen? Alsof ik de enige hier ben die de regels overtreedt. Ga zitten. Denk er eens over na. Wat? Taylor, wat is hier gebeurd? Woef, we zijn intact. Dat is het belangrijkste. Interessant. Wacht even. Ik moet dit uitzoeken. Blijf hier zitten en beweeg niet. Taylor! Zoals je wilt, agent. Niet bewegend. Gigi? Taylor, gaat het? Geen pols? Hij ademt helemaal niet. Dit is slecht. Rustig, Amy. Misschien helpt de armband? Wacht even. Wat? Ja, goed idee. Reanimatie van het slachtoffer. Ontslag. Nog eentje. Taylor, word wakker. Ik smeek je. Waarom werkt dit niet? Ik moet mijn toevlucht nemen tot plan B. Niemand heeft Pomni onder controle kunnen houden. Agent? Hij kwam goed van pas. De felbegeerde donut. Ik hoop dat het helpt. Veel succes, baas. Taylor, kom op. Ruik de donut. Adem de geur in. Donut? Met glazuur? Woef, hij is gered. Hoera, het is gelukt. Dat was spannend, eerlijk gezegd. We maakten ons zorgen over de agent. Pomni? Wie nog meer? In het echt. Ciao. Laten we gaan. Het is ons moment. Donut? Wat? Mike, schiet op. Ze vertrekken. Wees, wees. Nu is het jouw beurt om te gaan zitten. Wees niet bang, partner. Mijn krachtige magneet is hier. Sta stil, stekelige. Stop, ik kan geen stap zetten. Want in actie, mijn supermagneet. Wat moeten we doen? Ik weet het niet. Auw, nee. Heb je genoeg gerend? Je kunt niet ontsnappen aan de wetenschap, lieverds. Wat te doen? Psst, alles is onder controle. Mijn portaal vergeten? Je bent een genie. Wat ben je ook alweer van plan? Vaarwel, agenten. Vooruit. Met plezier. Laten we gaan. Waar? Ze zijn nog steeds ontsnapt. Maar nee. Kijk eens wat hij vergeten is. Hij komt zeker terug om zijn surfplank te halen. Ik hoop dat je gelijk hebt. Stop. Waar is Pomni? Was er een derde? Onze badges lopen gevaar. Even nadenken. Hoe ziet ze eruit? Hoe? Hoe? Hier is haar identiteit. Pomni gezocht. Ik zeg je, zij is het. Nee, dat is het niet. Kijk naar haar oog. Zij is het. Nee, zij niet. Ze lijkt in niets op haar. Het is Pomni. En ze gaat de gevangenis in. Stop. Kijk naar de foto. Ze is veel jonger. Ze is Pomni niet. En dan? Make-up doet wonderen. Dat meisje is gewoon fan van het Digital Circus. Zij is het niet. Wat? Weet je nog? Hoi jongens. Dit is onze Pomni. Wacht, wat is dit? Je zult het nu ontdekken. Help! Ik kan niet.
Ik heb je goed bediend. Genoeg voor de eerste keer. Schurk. Oeps. Je staat onder arrest. We kunnen haar niet nog een keer laten gaan. Bonnie, dat was geweldig. Ik zal je mijn kluisje laten zien. Oké. Kijk, hoe vind je het? Wow, het is zo mooi. Dat is erg aardig van jou. Mag ik een foto maken? Natuurlijk. Zeg cheese. Klik. Oh, alweer die vervelende agenten. Oh nee. Oh ja. Gefeliciteerd, Pony. Je gaat naar de gevangenis. Het is mijn schuld. Woeps. Ga zitten, crimineel. Ik wil details weten. Welke details? Taylor, je zult haar verblinden. Sorry, agent Simmons kan een beetje hardvochtig zijn. Blind? Dat is een goed idee. Oef. Auw. Stop. Zet deze bril op. Zo zal het beter zijn. Bedankt. Oh, het staat je goed. Spuug het uit. Wat een slechte agent. Hij is onverbeterlijk. Hey, mijn megafoon. Nou ja, als dat zo is. Niet doen. Aardbeienglazuur. Laten we gaan, Pommy. We moeten een paar foto's maken voor het dossier. Jam, jam, jam. Sta stil, hier is je bord. En nu een fotoshoot. Oh, ik snap het. Het is flits. Maar heb geduld. Ja, nog een keer. De foto's zijn geweldig. De gevangenen moeten een uniform dragen. Hey, ik haat zwart. Ik geef de hoed niet op. Slecht idee. Zeg vaarwel tegen je favoriete pak. Daar gaan we. Oh, jij vervelende. Klaar. Zin in een frisse kostuumsmoothie? Dat zal je leren hoe je de wet kunt weerstaan. Waarom deed hij dat? Pomni, raak niet boos. Ik heb een mode-idee. Geef me even een momentje. Ik wist dat mijn naaisterdiploma van pas zou komen. Laten we het een beetje voorbereiden. De draden zijn gelegd. Laten we het doen. Het is geen gevangenis. Het is een martelkamer. Het is klaar. Ik hoop dat deze jumpsuit beter is. Oh, zo mooi. Wauw. Vind je het leuk? Het is prachtig. Alleen, wat is deze geur? Of beter gezegd, stank. Oeps, we hebben hem niet gewassen na Huggy Wuggy. Neem deze pin. Dat is beter. Bedankt. Geweldig. Laten we nu de foto's vernieuwen. Eww, je moet de wasknijper eraf halen. Nee. Dat is het. Glimlach. Prachtig shot. Welkom in je cel. Kom op, ik zal je rondleiden. Kom binnen. Mama's. Haha, je hoeft niet bang te zijn. Dit is onze meneer Chubby. Hij is hier al een tijdje. Hij is een goede vriend. Gegroet, mademoiselle. Wat ben je een heer. Je bed staat daar. Een momentje. Hier is je beddengoed. De lakens zijn schoon en gestreken. Ik heb ervoor gezorgd. Het is tijd om uit te rusten. Oké. Ik ben echt moe. Voel je je op je gemak? Ja, dank je. Ik heb een nachtlampje gekocht, zodat je niet bang bent. En nu een verhaaltje voor het slapen gaan. Er was eens Ladybug. De nacht ging rustig voorbij. Ik zou zeggen saai. Waarom zou je de ochtend niet beginnen met een grapje? Alarm! Hoera! Wat is dit? Goedemorgen! Je had je gezicht moeten zien. Het is niet grappig. Hey, waar is mijn felgekleurde jumpsuit? Ik gleur niet. Alleen deze is er nog. Echt niet? Wat is er aan de hand? Chubby heeft het station weer met tranen overspoeld. Oh ja, het alarmsysteem. Beter? Maak me niet zo bang. Pommy, ik heb de jumpsuit gewassen. Wow. Nu ruikt hij naar popcorn. De geur van een circus. Mwah. Taylor, ik zei toch dat je niet met het alarm mocht spelen? Of wat? Aan. Uitzetten. Aan. Uitzetten. Bevries, we hebben je omsingeld. Gotcha, daar is hij. Met een schakelaar. Je bent opgepakt. Wauw, ik heb het je verteld. Je zit in grote problemen, man.
Jongens, vals alarm. Alles gaat goed met ons. Het was een grapje. De volgende keer kom je niet weg. Goeiedag, meneer. De volgende keer zal ik niet zo snel toegeven. Jongens, wanneer is het ontbijt? Wat? Heb je honger? Ja, ik ga je nu eten geven. Sorry, Chubby, je moet delen. Je ontbijt, eet smakelijk. Het lijkt op havermout. Maar hoe oud is het? Een jaar of twee? Eeuw, eet het zelf. Auw, mijn been. Blijf dan hongerig. Oh, dezelfde oude teler. Havermout kan ook heerlijk zijn. Je moet alleen weten hoe je het goed moet koken. Stoom de vlokken in kokend water. Voeg wat aardbeienjam toe. Nu is het fruit aan de beurt. Laten we een mooi gezicht maken. Dus dat het er niet saai uitziet. Niemand heeft nog havermout volgens mijn recept geweigerd. Het is een meesterwerk. Ik ben zo terug. Havermout à la Mike is klaar. Wow, ziet er heel mooi uit. Mmm, het is lekker. Geniet ervan. Mmm, heerlijk. Wil je wat voor me achterlaten? Oké, ik ben niet hebzuchtig. Je kunt het afmaken, vriend. Ik ruik de koffie. Vers gezette ochtendespresso. Eén kopje. En een dessert voor het goede humeur. Bonnie, ik heb koffie voor je gezet. Voor mij? Bedankt. Yum, yum, yum. Verlichte havermout. Agent, bedankt. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n heerlijke pap gegeten. Bedankt. Wat? Probeer het gewoon te weigeren. Bouet, het is walgelijk om naar te kijken. Auw, mijn been. De gevangenis ontsnapt. Alarm. Ha, die grappen maken weer. Denk ik. Om, lam, lam, lam. Die jongens zijn grappig. Wat moet ik doen? Arme vriend. Ik zei toch, knoei niet met het alarmsysteem. Oké, ik ga hem zelf vangen. Hallo? Natuurlijk. Eerst veranderen ze het station in een vuilnisbelt. Hey, oké, rustig aan, vrouw. Been omhoog. Ja, mevrouw. Ik moet ze opruimen. Kleine biggetjes. Sst, wees voorzichtig. Ja? Huh, ken ik jou? Ik ben het, je fan Alice. Ik kwam om je te redden. Alice! Juist. Het zal niet werken. Hij zal me vangen en me toch terugbrengen. Ik heb een plan. Gewoon stil zijn. Wat is dat? Het is superkrachtige lijm. Geef me een paar minuten en je bent vrij. Wow, vertrouw me. Hey, nou, dat is slim. Klaar. En nu laten we gaan. Ze is geen schoonmaakster. Zij is dat meisje. Een momentje, dames. Oh, erg. Het werkte. Alice, je bent briljant. Probeer gewoon te ontsnappen. Dat laat ik niet toe. Stomme agent. Het past bij je. Je gaat hier spijt van krijgen. Laten we gaan, Alice. Oh nee. Ja, nu zit je gevangen. Oh, hey, wat doe jij hier? Hier, help jezelf. Ha, bedankt. Ik was 5 minuten weg. Agent Mike, ik zat vast. Vervelende meid. Mevrouw Taylor is aan het opruimen. Iedereen van onze afdeling zou het moeten zien. Haha, de baas zal het geweldig vinden. Help mij gewoon. Oké. Hilarisch. Hoe gaat het met onze crimineel? Slaapt nog steeds? Perfect. Hey, heel grappig. Trouwens, die bril staat mij goed. Goedemorgen. Oh. Mama's.
Schaam je. Hey clown, sta op. Sta op en straal. Je negeert mij, hè? Oké, je zag het aankomen. Is dit een rel? Oké, ik maak je nu wakker. Hey, dit is raar. Er is geen crimineel. Ze is ontsnapt. Alarm. De gevangenis is ontsnapt. Het is leeg. Ik wil niet zijn ontslagen. Stil, laten we er nu aan beginnen. Mike, Mikey, gevangene pony is ontsnapt. Mike, wat moeten we doen? Ontspan. Wat? Mijn service. Ik snap het. Woeps. Woeps. Ik hou van badminton. Het is altijd zo leuk. Genoeg. Hij heeft ons spel verpest. We waren aan het spelen. Dit is een gevangenis. Geen zomerkamp. Je zult spelen als je wordt vrijgelaten. Alsjeblieft. Ze zullen me nooit vinden. Hoe zit het met de papieren? Ja, oké. Ik begrijp het. Ik moet dit dossier vernietigen. Brandhelder. Brandhelder. Wednesday zal verdwijnen. Perfect. Doe het thuis gewoon niet na. Nu kan ik maar beter weggaan. Wat is hier aan de hand? Staan we in brand? Zo dom. Het is bijna gelukt. De politie lijkt belangrijkere dingen te doen. Welkom in de gevangenis, Wednesday. Wednesday raakt in de problemen. Laten we een zaak opstarten. Gooi haar achter de tralies. Dus de batterij is leeg. Iemand heeft weer met de camera geknoeid. Oh, wat een amateurs. Aha, ik denk dat de spullen die we nodig hebben daarin zullen zitten. Bonjour, mademoiselle. Wat een accent. Vertrouw op mijn ervaring. Ik geef je de beste fotoshoot van je leven. Mysterieuze blik. Nog een foto. Oh, een prachtige look. Ik dacht dat dinosaurussen waren uitgestorven. Haha, dwaas idee. Kom op, poseren voor Mike. Recidiverende toerist. Haha, au, ik sta in brand. Ik heb er altijd van gedroomd fotograaf te zijn. Super, en haat me nu. Woeps, het lijkt erop dat Taylor woedend is. De foto's zijn nog steeds niet klaar. Veranderde de ruimte in een fotostudio. Stop! Wat jammer. Alleen mijn oma zag mij in mijn ondergoed. Ik zal het zelf doen. Geen probleem. Waar is de aanknop? Ja, vereenvoudig het gezicht, Adams. Altijd zo. Gefeliciteerd met de nieuwe opgravingen. Je kunt elk bed kiezen dat je wilt. En ik heb de outfit voor je uitgezocht. Hihi. Heel, het stinkt. Ik draag dit niet. Wat? Let niet op Taylor. Hij is chagrijnig, maar ongevaarlijk. Deze jumpsuit mag alleen naar de stomerij. Hij is helemaal van jou. Oké. Heb je hem op maat gemaakt voor een olifant? Maar hij is losgekomen. Hihi. Oeps. Auw. Oh, kom op. Ik zal je outfit aanpassen. Hij past precies goed. Weer een creatieve uitdaging. Vindt het geweldig. Hij kan maar beter voorzichtig zijn met die schaar of... Wednesday, geloof me. Dit is mijn 1000ste kostuum. Klaar. Hoe ziet het eruit? Pas goed. De kleur staat je perfect. Genoeg met de beleefdheden. Adams, maak tijd. Ik hou je in de gaten. Ga gewoon. Waag het niet om weg te rennen. Taylor is hangry. Let niet op hem. Laten we gaan, slechte agent. Laten we donuts gaan eten. Ik eet de vanille-exemplaren. Zijn de spelbrekers weg? Woef. Nou, het ontsnappingsplan zal niet zo moeilijk zijn. Ze hebben bezuinigd op de tralies. Hun schuld. Woeps. De sirene maakte geen deel uit van mijn plan. Stop. Troom, troom, politie. Wacht even. Ah,
Taylor, het is onze Wendy. Ze wilde gewoon loskomen. Niemand is eerder uit onze gevangenis ontsnapt. Terug naar de cel. Ik ben terug. Nu gelukkig. Voorzorgsmaatregelen kunnen geen kwaad. Verplaats de tralies. Je komt er niet doorheen. Goed idee, vriend. Ik ga het ook proberen. Je kunt jezelf beter niet in verlegenheid brengen. Is alles goed met hem? Haal een dokter. Begrepen. Ja, dat was het plan. Je bent een stoere kerel, broer. Ciao. Mijn spierkracht sparen. Maar weet je, ik ben 100. Partner, ze hebben wat eten meegenomen. Neem even pauze. De collectie van de schurk is indrukwekkend. En zij aan het roer? Burgers in het gebouw? Waarom wachten? Verspreid het! Extra uien in de burger en cola met ijs. Liefde. Wacht, voordat we gaan eten... Bedankt, Sheriff Warden. Mogen zijn lot gespaard blijven van straatgevechten. Genoeg. Neem een pauze, Sheriff. Oh, mijn burger. Nom, nom, nom. Dubbele kaas? Ruik naar eten. Mijn maag is leeg. Hoi, wanneer komt mijn lunch? Ah, juist. Er is ook een burger voor jou. Stop, haast je niet. Heb je honger, Adams? Speciale bestelling voor jou. Kom op. Ugh, havermout? Gevangenisafval, dat is jouw lunch. Prima. Ding. Sorry, dames. Tel mij uit. Ja, meesteres? Maak de drankjes van deze agenten wat pittiger. Hier is een klein flesje voor jou. Beschouw het als gedaan. En voor het avondeten geef ik haar komkommerschillen. Oh ja, Taylor, je bent een slechte agent. Niet zo slecht als ik. En ze drinkt kraanwater. Het lijkt erop dat ze het niet hebben opgemerkt. Eet smakelijk, wetshandhavers. Goed gedaan, vriend. Box. Is deze frisdrank raar? Eeuw, serieus? Is het bitter? We zijn in meiden veranderd. Lang haar, hoge hakken. Nee, nee, nee. Dit niet. Dat kan niet waar zijn. Wat een schoonheden in uniform. Auw. Het is duidelijk dat Adams wat magie heeft gebruikt. Akkoord, broer. Wacht even. Sombere, het is gedaan met je. Ja, laat het haar zien. Wednesday, ben jij dit aan het doen? Alles terugzetten. Bla, bla, bla. Hey.